Goedenavond, alles kan beter, zesde poging. Wat zitten wij hier elke vrijdagavond in godsnaam te doen? Dat is een goede vraag. En echt, we weten het zelf niet. Waarom we hier zitten, dat weten we wel. Omdat het onze verdomde plicht is. En ons, dat zijn vandaag Guy Mortier, Rob van Oudenhoven en Dirk Sterks. De laatste mensen die op de Vlaamse televisie nog Nederlands proberen te spreken, zijn de journalisten en de politici. Waren de journalisten en de politici. U hebt geen schrik dat de tekst dan uiteindelijk zoiets geworden is, nog vis, nog vlees. Als jij daar niet veel mee aan mee had, nee, dat denk ik niet. Min 42 graden. Wel een en deel... waait de wind van die kant. Zo, dames en heren, we houden het bij de voorspellingen van onze Eddy. Raymond is 76. Het is niet te geloven. Op deze manier komt het journaal dichter bij het volk en dat is toch de bedoeling. Gedaan met over de hoofden van de mensen heen te praten. Het Nieuws, een goeie avond. Wat heb je het allemaal geweest vandaag, G? Het schijnt dat ze in Amerika een naap hebben ingevrozen, die ze daarna terug hebben opgewermd en ontdooid en die lijft terug. Na fijne kick dat ze in de Grand Bazaar en in de Lijs en zo verplicht zouden moeten winnen om in de afdeling ingevrozen vis en vlies en zo overal baat te zetten of dat er een kans is dat het terug levend wordt als je het bakt of kokt. Anders moet je een netteke over de pand spannen. Verleien Joer zijn meer dan 600.000 voitures in een coche verkocht. Maar wie dat als trainer een coche wil kopen, is misschien geklut. Nouvelante Controle Techniek werd er naag met de kilometriek van de coche chipotijd. Het parentijd dat 80%, het is de rebel, mismeesterd is. De kalanten zijn vernietigd. Vroeg altijd de carnet d'entretien van de coche dat je wilt kopen. Op de radio hebben ze het juist nog gezegd gehad. Een serieus traaiement vanuit de rechtbank. Die NSM-rechter van Erie Mechelen eigen dan zijn fles. Had jij van de juge een serieuze salawase gehad. Kun mij doen, madame, niet toonooien. Dat zijn geen manieren, zei het. Sport. Shotten. In Antwerpen in stadion 2000, dat wil zeggen er kunnen er 60.000 binnen, maar er komen er maar 2000 zitten. Hij heeft in Antwerpen tegen een bijschot gespeeld en het was 0-0. Er zijn geen goalen gemokt. Motorsport heeft weer verloren. Deze keer tegen geen boten. Onder een halve was het al 32-0. En toen waren die van geen boten zo moe van nou elke goal op het midden van het plaat te lopen, dat ze in de tweede helft helemaal kapot zaten. Motorsport geen boten, 40-0. Die van Mol hebben gezegd dat ze de volgende keer een kipper meebrengen. Sonny van Sherry is zo gezegd dood. Dat ik hoor is hem tegen een boom geskeet, boom erop. Die zoempert aan Goofreuger. I got you, babe, and then beat, gozon. De beurs. De beurs van Antwerpen bestaat niet meer. De VAV-aandelen zijn verkocht aan de beurs van Brussel. Het is weer iets van de Amerikanen, zo. In Californië hebben ze gezegd dat niemand, maar dan ook niemand, nog mag smoren. Geen sigaret, geen paap, geen chicke, niks meer. Ten domp is te gevaarlijk voor de andere mensen, zeggen ze. Voor wat verbieden ze dan ineens ook geen boerensoep? Want je gaat het zien, binnenkort herhaal het proces als je erin let vliegen. Tweer, prijgend dat giet, blijft maar schoon binnen. Het journaal zit erop en ik hoop van al hetzelfde. Het is u ongetwijfeld ook opgevallen dat in nieuwsuitzendingen steeds meer huizen worden getoond. Men spreekt over de bewoners, maar die zie je niet. Je ziet hun huis onder het motto, zo het huis, zo de bewoner. In sommige reportages zie je alleen nog huizen, al gaat het de hele tijd over mensen. Cyprus, de woning van Ronnie Verhoeven, ex-werknemer van de Generale Bank. De mei kocht een riante villa in Westminster. Zijn vrouw, van wie hij gescheiden leefde, woonde in een kasteeltje in Schelderode. De villa van het echtpaar De Klerk van de Wegen herkennen de meesten onder u zelfs met de ogen toe. Dit huis kent iedereen van buiten, maar ook onbekenden worden voorgesteld via hun huis, soms met adres en al. Het parket van Ieper deed vorige week al een huiszoeking in de woning van een politieagent uit Poperingen. Gisteren werd de hoofdverdachte Roger P. in de boeien geslagen. Hij leefde geruime tijd ondergedoken in dit huis op de Liersesteenweg in Boyschot. En na een interview met Jeff Vermasse wordt in beeld afscheid genomen met op de achtergrond, ja hoor, het huis van Jeff. Dit was het voorlopig van bij meester Vermasse, de advocaat van meneer Verhoeven. Huizenjournalistiek is nog jong en heeft veel toekomst. Het huis als visitekaartje. Ten slotte vertelt een huis altijd iets over de bewoner.
Helmut Lotti gaat scheiden. Dat vertelt hij aan muziekdoospresentator Johan Verstreken. Jacques Vermeire is een gelukkig man. Zelfs als hij in de tuin werkt, draagt hij uitsluitend Versace. Wat een verschil met zijn vroegere collega Pico van FC De Kampioenen. Fred de Burggraven is klaar voor het wereldkampioenschap in Australië. Sporting Anderlecht overweegt Jean-Marie Pfaff als PR-verantwoordelijke in dienst te nemen. Maar ook Jean-Marie de Dekker maakt kans. Politiek dan. Johan van Hekken heeft de Belgische politiek verlaten. Zijn partijgenoot Leo Delcroix weigert dat te doen. Minister Van der Lanotte zit wat gevrongen met de zaak van de Koerden. Minister Baldewijns zoekt mee naar oplossingen. Volgens sommigen is Alexandra Kole in het stenen tijdperk blijven steken. Maar haar partijgenoot Gerolf Annemans vindt dat onzin. Prins Laurent schrijft ondertussen een boek. Bij premier De Hane tenslotte loopt alles naar wens. Wat niet kan gezegd worden van Guy Spitaals. Of van Jean-Pierre Van Rossum. Als je niet veel te zeggen hebt, doe het dan tenminste qua formulering op iets lijken. Culpabiliseer, prejugeer, intercepteer en doe het niet nu, maar doe het actueel. En heeft men dus verdrijfsoort dus geprobeerd dat voertuig te intercepteren? Er is eigenlijk geschoten op dat voertuig. Ja, inderdaad. De bestuurder dus, heeft naar aanleiding van de interceptie dus, zich met dwang gepoogd dus aan die interceptie te onttrekken. Ik kan u dus geen uitsluitsel geven actueel dus of de persoon in kwestie gewond werd of niet. Er is ook geen obstructie, er is ook geen blokkage ten aanzien van die dossiers. Wij houden eraan om op dit ogenblik zelf niet te culpabiliseren. Om niet het verwijt te krijgen dat wij prejugeren dat tot nu toe vrij stevig in elkaar zat. Een beetje monolithisch ook. Wij zijn bezig met de wetgeving voor te bereiden rond de Pentiti. Dat moet nog beter kunnen. Dames en heren, Rob van Oudenhoven presenteert voor u een gevisualiseerde xenoterminologische conversatie. Goedenavond, dames en heren, en welkom in het Klapgat. Vanavond hebben we het over het gezin en hoe het er tegenwoordig uitziet. Mark, wie woont in je huis? Ik cohabiteer met vrouw en kind. En met mijn grootmoeder. Wij cohabiteren kwantitatief toch nog op een tamelijk aanzienlijke manier met vier kinderen. En we hebben natuurlijk ook het probleem om die grootmoeder af en toe ook ruimtelijk te detecteren en te traceren. Als we ze niet meer vinden. Zonder haar natuurlijk daarvoor te zwaar te stigmatiseren. En om het even over een andere boeg te gooien. Hoe is het je huis ingericht? De inrichting van het huis. De inrichting, ik wil je niet desillusioneren, maar wij hebben bijvoorbeeld geen vasculair apparaat, geen vaatwasmachine. Door de non-existentie daarvan moeten wij de lavementen zelf performeren. En ik moet zeggen, dat is zeer laxerend. Ik bedoel, ik krijg daar het scheid van. En maken jullie met het gezin soms uitstapjes? De possibiliteit existeert altijd, hè? Ja, posteriori. Zeker, dus... Ik moet toch zeggen dat wij soms proberen met zo'n uitstap de horror vacui te sublimeren. Met het hele gezin. En ik zou daar toch een korte demystifierende annotatie willen bijmaken. De abundantie van pretparken... Ik kan ook volgen. Evacueer even uw neus. Ja. De abundantie van pretparken maakt het natuurlijk moeilijk om een goede, een adequate modus operandi te vinden voor zo'n bezoek natuurlijk. Tuurlijk. A fortiori. Qualitate qua. A cappella. Wij maken geen uitstapjes omdat ik leef persoonlijk onder een exceptionele temporele druk. Dus ik heb het echt absoluut lithografie. Steendruk heb ik het. Wil daar ook iemand iets aan toevoegen? Klopt, man. Wel, mijn cordiale gratificatie voor jullie meritoire coöperatie aan deze flamboyante conversatie. Er komen steeds meer gewone mensen aan het woord in de tv-journaals en dat is een goede zaak. Maar dat men het advies vraagt, men moet geen oorzittingen houden, men moet luisterzittingen houden. In feite, geen 16, maar 1, waar dat men goed luistert.
naar het publiek, naar de burger, zoals men zegt. Hè. Naar de burger. Knap geformuleerd, overtuigend gebracht en een duidelijk standpunt. 100 keer beter dan onze politici. En daar schuilt precies het gevaar, dat de gewone man zich verplicht voelt de onbegrijpelijke taal van onze politici te imiteren. Ten eerste, qua milieuhinder zou dat geweldig het verkeersprobleem in de war sturen. Milieuhinder die het verkeersprobleem geweldig in de war stuurt, het had van u weet wel wie kunnen komen. Dus als we de geïnterviewde burger een goede raad mogen geven, blijf u zelf, spreek spontaan en zeg het zoals u het ook zonder camera zou zeggen. Dag meneer, wat heeft u gekocht? Ik? De mantel voor mijn vrouw. Ik heb dat zelfs gepast. Ik dacht eens dat een travestiet was. Nee, ja. Zeg. Want als je het meegemaakt hebt, is het niet gelachen, hè? Ik dacht dat het twee auto's waren die op elkaar botsten. En als ik kwam kijken, was het de kerktoren. Mijn armen. Ja. En ik wilde uitkomen, maar mee dat ik dat deed, viel dat allemaal bij af. Hè? En ik riep, hulp, kom nou lopen. Kom lopen. Alsjeblieft, hè. Ik ben boos. Kwaad. Boven de parking, in de parking, onder de parking, met alles uit de parking. En heb je geld verdiend die je gehad hebt. Kut. Zeer goed. Neem het heft in handen en bepaal zelf waar ze moeten knippen. En als u denkt dat u beter kan, vraag een tweede take. Eis te mogen herbeginnen tot het goed is. Politici doen dat ook. Dat is verwerkt volgens de strikte voorwaarden qua temperatuur. Gedurende 20 minuten verbrand aan 133 graden enzovoort. En pas daarna is dat dus verwerkt voor dierenmeel van... Sorry, ik ga het opnieuw doen. Ik kan die dingen niet uitleggen. Hè. Er is geen probleem. Een kleintje dan. Maar gewoon doen. En bovenal, laat u nooit intimideren door reporters, want die hebben daar een handje van weg. Reporters zullen altijd proberen u te destabiliseren door een vraag te stellen op een moment dat het voor u slecht uitkomt. Deze mevrouw is volop bezig met haar koopjes en heeft dus haast. De reporter ziet dat en dus houdt hij haar tegen haar zin, duidelijk. Ik heb een driekwartmantel gekocht, een regenmantel, een peignoir en twee pyjama's. En laat mij gerust, denkt de dame terecht. Het kan nog erger. Deze brave man wordt geïnterviewd terwijl hij op de bus staat te wachten. De bus is daar en dus houdt de reporter hem nog even op. Dat is begonnen, dan zeg ik, voilà, ja, is weer. Ik ben er een ander van. Ja, ga je wat zijn? Kijk met toch, kijk hè. Kim, met je hebt mijn broek gepest. Eigenlijk zouden die reporters, die trouwens met uw geld betaald worden, er vooral moeten zijn om u bij te staan. Een reporter moet u helpen uw zin goed te formuleren. Gelukkig zijn er die dat ook doen. Bijvoorbeeld, een interview met een slager die vlees levert aan de gevangenis. Of het gevang, zoals men zegt. De reporter vraagt, wat verkoopt u aan het gevang? De slager antwoordt, konijnenbillen. Een goede reporter legt dan vriendelijk uit dat de slager zelf een volledige zin moet vormen door te beginnen met de woorden aan het gevang verkopen wij konijnenbillen, kippenborsten enzovoort. Wat verkopen jullie allemaal? Aan het gevang of? In het algemeen. Of nee, aan het gevang misschien beter, ja. Aan het gevang konijnenbillen. Wacht, het begint zo van aan het gevang verkopen wij... Konijnenbillen. Aan het gevang verkopen wij kippenborsten. Aan het gevang verkopen wij konijnenbillen. En aan het gevang verkopen wij aardappelkroketten. En aan het gevang verkopen wij... Hier in het gevangenis genoeg en dan de... Moet ik nog terug? Dat laatste fragment is nooit uitgezonden en dat is maar correct ook. Een reporter moet meerdere takes opnemen en alleen het beste uitzenden. Bent u klaar? 3, 2, 1, 0. Letter tegen. Bezig nu dan. Naar u kijken. Naar mij kijken, ja. Is dat niet raar thuis dat ik naar iemand kijk die er niet is eigenlijk? Dus ik ben er tegen. Ja. Dat is misschien wat kort. Want ik ben er tegen, dat wil ik wel zeggen. Anders tegen u. Dat wil ik, ja. Ik ben er tegen, hè. Hoe was ik er tegen? Hoe... En waarom was ik er tegen? Ik ben het kwijt. Dus u bent er tegen. Dat had ik al gezegd, hè. U bent boos. Kwaad. Boos. Heel boos. U hebt dus gezegd, u bent boos. Oh. Oh, maar ik leg u niks in de mond, meneer. Oh. U hebt tegen mij gezegd dat u boos was.
Daarjuist. Daarnet, ja. Ja, veel minder. In het begin was ik kwaad. Ja, maar u moet maar kwaad... nu wordt het belachelijk. U wilt mij doen zeggen dat ik boos ben en ik ben niet boos. Maar u zei daarnet dat u boos was. Ik was boos. Maar u bent toch boos gezien de situatie? Maar u bent toch boos gezien de situatie? Ik ben er helemaal over. Goed. Ik ben zo kalm als iets. Ja, u bent dus boos. Ik doe niet meer mee. Kut. Een publieksvraag. Een mevrouw Chantal de Smet uit Gent. Goedenavond, mevrouw. U heeft een vraag voor ons. Ja, vorig jaar is sinds lange tijd in ons jaar het geboorte, in ons land het geboortecijfer is gestegen. God. Maar u hoeft zich niet verantwoordelijk te voelen daarom. Dus het is gestegen. Kut, ja. De burger bestegen. Maar het is gestegen dus. Het is gestegen, ja. En dit uitsluitend in de provincies Antwerpen en Limburg. Wat doen die Antwerpenaren en Limburgers beter dan de andere Belgen? Deze man komt uit de provincie Antwerpen. Moet u dat echt uitleggen, mevrouw? Ja. Dus ik bedoel, wat doen ze in Antwerpen en Limburg anders? Beter. Beter? Ja. Ah. Ik weet niet, heeft u vergeleken al? Jij bent vorig jaar vader geworden? Het is niet waar, hè. In welke provincie? Brabant. Vlaams-Brabant? Vlaams-Brabant, kijk. En de verwekking gebeurde vanuit welke provincie? De verwekking, ik zat in West-Vlaanderen. Een afstandsschot. Een afstandsschot. Dat kan je wel doen. Ja. Ja. En het is gelukt. Maar dus bij ons is het omgekeerd. We zijn hier met drie mensen uit de provincie Antwerpen. En één uit de provincie Vlaams-Brabant. En van de drie uit de provincie Antwerpen heeft er zich geen één voortgeplant afgelopen jaar. Of jij wel, Dirk, want je weet het soms niet. Je hebt in elk geval geen fair paar gekregen. Je hebt geen kindje meer bij. Ik heb mij onthouden? Onthouden. Ik ben gestopt. Dus met... Op algemeen verzoek? Nee, één volstond. Dus vroeger kon ik het niet laten, maar ik ben er echt, ik ben ermee gestopt. Ik ben ermee begonnen. Ja. Dat is slecht voor de gezondheid, hè? Lief. En wat kunnen we doen eigenlijk? Want dat is een onderdeel van uw vraag, neem ik aan, mevrouw. Wat kunnen we doen om de andere provincies volgend jaar, of dit jaar? Ja, we kunnen Rob sturen natuurlijk. Rob sturen, ja. Rob. Heb jij zin om het land rond te gaan, Rob? Rob. Als de zaaier. We wilden wel doen. Ja. Ja. Onder de titel Rob en erover. Nee, het zal eerder zijn de Rob en eraf. Hij is nog jong. Ik ben nog jong. Ja, nee, ik wil dat wel doen. U kan schrijven naar... Ja, zeg maar. Alles kan beter. Alles kan beter. Hoe de fuck is Rob van Oudenhoven? Postbus 25043. Ja. En dan zal u het wel weten. En dan zullen wij proberen om een agenda op te stellen, mevrouw. Ja. Want dat u, hij moet zijn tijd een beetje verdelen. Hij moet hier ook nog af en toe komen zitten. Misschien al onmiddellijk uw adres noteren, mevrouw? Wat is uw adres? Het zal niet nodig zijn. Zal niet nodig. Hoe bedoelt u? Het wordt een afstandsschot. Uit welke provincie komt u? Oost-Vlaanderen. Ah, ja. Ja, er is niks geweest, hè. Mijn medeleven, mevrouw. Bedankt voor uw vraag. De Rijkswacht houdt steeds meer snelheidscontroles en we weten het allemaal. Eén Belg op twee rijdt te snel. Volgens de Europese Verbruikersorganisatie halen nu ook loopstoeltjes voor peuters te hoge snelheden. En dat is gevaarlijk. Het grootste gevaar van de loopstoeltjes is dat de baby dus in het loopstoeltje een bepaalde snelheid kan aannemen. En als die snelheid te hoog wordt, dan kan de baby het loopstoeltje dus zelf niet meer stoppen, met alle gevolgen van dien. Uit de begeleidende journaalbeelden valt af te leiden dat peuters met hun loopstoeltjes hooguit 10 centimeter per uur halen. Volgens ons is er dus weinig gevaar op zware botsingen. Maar wat later zit in het journaal een ander onderwerp. Nu gaat het niet over gevaarlijke snelheden bij peuters en nu hou je wel je hart vast. De tweeling Wouter en Lisbeth is nu bijna 2 jaar oud. En veel ouder zullen ze niet worden. De meeste Vlaamse soaps worden gemaakt met kleine budgetten. Binnenkort zal er flink bespaard kunnen worden op de acteurs. Dankzij de moderne beeldtechnologie zal één acteur tegelijkertijd verschillende rollen kunnen spelen. We geven u al een voorsmaakje.
Hier komt slimme broer, domme broer en de bankoverval. Dus, ik doe de deur open en ik ga binnen. En ik scheet iedereen al ver. En ik zeg, handen omhoog en rap een beetje. En ik schiet dat papi durft bewegen. Nee, 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 broer, je doet, dat is niet slim. Niet schieten, alleen maar dreigen. Uw kopje gebruiken. En dan, oeps, weg naar een fiscaal paradijs. Van Luxemburg gesproken, wat voor bankovervallen we eigenlijk? Wow, zijn er verschillende soorten? Dat is zeker, slimmeke. De kredietbank. De mistbank. De reservebank. De mosselbank. Zeg, die kous, ik krijg die niet over mijn koppeke. En ik krijg mijn plastron niet toe. Zal de bankoverval lukken? U ziet het volgende week in Samen in de gevangenis. De redactie van het programma Ter Zake kampt deze dagen met een vreemd probleem. Er zijn voor het redactielokaal nieuwe stoelen gekocht en de zitjes van die nieuwe stoelen blijken niet kleurvast. Met andere woorden, die zitjes geven hun kleur af. Voor de mannen van de redactie zijn de gevolgen bijzonder vervelend. Blauwe, groene, grijze en zelfs oranje zakken. De beste natuurdocumentairemaker ter wereld is zonder twijfel David Attenborough. Vooral omdat hij op onevenaarbare wijze en in vaak vrijwel onmogelijke omstandigheden zelf in de natuur opduikt. I'm 200 feet above the ground, suspended in the branches of a Kumpasia tree. Film cameras require so much light, they risk disturbing the animals. Turn out the light and the image changes dramatically. But there are some plants that spend their whole lives down here on the dim forest floor. This begonia, for example. Goedenavond. De zwaartekracht. U hoort mij, maar u ziet mij niet. Nu ziet u mij wel. Dit verschijnsel noemen we licht. Dit plantje zit al jaren tussen twee marmeren tekels geklemd. Geen zon, geen water, geen mogelijke bestuiving in de buurt. En toch overleeft het. Hoe doet het dat? Waar haalt het de noodzakelijke genetische informatie vandaan? Via deze piepkleine antennetjes. Dit plantje plukt aan één stuk door ultrasonore trillingen, zeg maar radiofrequenties, uit de lucht. In dit geval Radio Donna. Daarom is het ook een plant. Mollen. Iedereen kent ze, niemand ziet ze. Ze zitten onder de grond. Zwanen kunnen enorme afstanden afleggen. Prachtig, toch? Tijdens de geboorte ondergaat de boren 1001 sensaties in enkele seconden tijd. Het zal u niet verbazen. Pedofielen hebben het in deze tijden steeds moeilijker. Het is dan ook niet verwonderlijk dat pedofielen tegenwoordig hun toevlucht nemen tot kinderen van extreem hoge leeftijd. Er zijn twee gevallen aan het licht gekomen van seksueel misbruik van kinderen. Ja, een man van 37 uit Braschaat is aangehouden omdat hij jongeren zou hebben aangerand van 94 tot 96. In een paar Vlaamse kranten konden we dit lezen. De Verenigde Staten staan duidelijk vooraan wanneer het gaat om onnozel klinkende waarschuwingen. In de VS worden bedrijven namelijk om de haverklap voor de rechtbank gesleept wanneer er met hun producten iets misloopt. Dat leidt tot overijverig juridisch indekken. Op een Amerikaanse achteruitkijkspiegel in de wagen staat te lezen: denk eraan, voorwerpen die u in de spiegel ziet komen van achter u. In Zweden staat op de verpakking van een kettingzaag te lezen: probeer de ketting niet met de hand te stoppen. En de producent van strijkijzers Rowenta raadt de consument aan geen kleren te strijken terwijl ze gedragen worden.
Een bedrijf kan niet voorzichtig genoeg zijn. Welke gebruiksaanwijzingen kunnen beter? Op sommige schilderijen zou volgens mij mogen staan deze kant naar de muur hangen. Of waarschuwing, de garagedeur openen voor u buiten rijdt. De tennisbal staat opgepast, pot terug. Op een stofzuiger? Om in de darm te kijken, steeds een kleine afstand houden tussen uw oog en de darm. Een beetje vies misschien, maar toch, ik vind op dubbelzijdig toiletpapier zou wel eens, ik zal maar zeggen, gedrukt mogen staan. Als u deze tekst niet meer kan lezen, de andere kant gebruiken. Bij sigaar. Waarschuwing. Eens aangestoken blijft deze kant de voorkant. En bij, in verband met roken, er staat op de meeste pakjes, sigaretten staat natuurlijk, roken kan de gezondheid ernstige schade toebrengen. Daar zou moeten onderkomen, niet roken kan de Formule 1 ernstige schade toebrengen. En bijvoorbeeld op de verpakking van een pijp, dat staat er al op, daar staat op, pijpen kan de gezondheid ernstige schade toebrengen. Maar ik vind dat daar dus moet worden aan toegevoegd, niet pijpen kan de gezondheid ook ernstige schade toebrengen. Parket. Als je nu parket bestelt, staat erbij niet bestendig tegen lekken. Juist, ja. Parket, lekken. Ja. Ik heb ook vorige week ook een stropdas gekregen en daar stond op: wordt uw hoofd blauw, ontspan dan de knoop en bestel zeker geen tweede portie mosselen. Het beste nieuwsgezicht van Vlaanderen is ongetwijfeld Martin Tangen. De beste nieuwsstem van Vlaanderen is met voorsprong Dirk Sterks. De beste oplossing voor de toekomst is in vitro fertilisatie met een eicelletje van Martin Tangen en een zaadcelletje van Dirk Sterks. Maar dat vinden we ethisch onaanvaardbaar. Bovendien is het niet nodig en zou het veel te lang duren. Dankzij de moderne digitalia is het resultaat er nu al. Wat gebeurt er met een piekeloze in Hongkong als maandag de Britten het beheer over de stad zullen afgeven aan China? De oppositie is bang dat de democratie en de persoonlijke vrijheid verloren zullen gaan. De zakenlui die blijven optimistisch, want zij zien het wel zitten om een deel te zijn van een van de snelst groeiende economieën van de wereld. Dat was Alles kan beter voor deze week. Dank aan de panelleden voor hun gewaardeerde medewerking. Dank aan u voor uw aandacht en graag tot volgende week.